Welkom bij de podcast Babyverlies. Hier vind je een veilige plek waar we samenkomen om over ons verlies te praten en elkaar te steunen. Of je nu pas je kindje hebt verloren of dit verdriet al langer met je meedraagt, je bent hier niet alleen. We delen verhalen, bieden troost en vinden herkenning in elkaars ervaringen. We hopen dat onze woorden als een warme deken voor je zijn. Vol liefde en begrip, terwijl je je weg zoekt in een leven waar jouw kindje een stem krijgt. Wat fijn dat je wederom luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Babyverlies. Vandaag praat ik met Gabi. Gabi komt uit een gezin van 4. Haar broer Kees is vlak voor de uitgerekende datum stilgeboren, is overleden. En Kees zou op 9 oktober dit jaar 34 zijn geworden. En Gabi merkt dat het hele leven een rode draad door haar leven is geweest, dat het haar ouders een stilgeboren zoon hebben. Na Gabi kwamen nog 2 jongens, dus het is een gezin van 4. Dus Gabi, zou je willen vertellen, wat heeft dat voor invloed gehad op jou, dat jouw broer stilgeboren is? Ja, zeker. Ik merkte eigenlijk pas dat het veel invloed op mij had, toen ik zelf zwanger raakte van mijn eerste kindje. Wat ik merkte was dat ik veel meer angst had dan ik had gedacht. Rondom, oké, hoe gaat het dan met het kindje? Hoe ontwikkelt het zich? Gaat het goed? En gewoon in zijn algemeenheid, toen het kindje ook eenmaal was, merkte dat ik toch misschien wat angstiger was over risico's die er allemaal waren. En als er iets met hem zou gebeuren. En ik merkte daaraan vooral dat het dus voor mij eigenlijk ook best wel een rode draad was geweest in mijn leven. Ik merkte ook aan mijn moeder tijdens de zwangerschap dat zij het heel spannend vond. Of dat het allemaal goed zou gaan en dat het voor haar een enorme opluchting was toen ik eindelijk bij de uitgerekende datum aankwam. Ja, want in het gezin, in die tijd, 1990 praten we over, dat is natuurlijk een hele lange tijd geleden. Vroeger werd er weinig aandacht aan besteed. Tegenwoordig gelukkig veel meer. En wordt er over gesproken. En worden kindjes bij de moeders gelegd. Om gewoon zoveel mogelijk band en herinneringen op te bouwen. Maar ja. Wat voor invloed heeft dat gehad op het leven van je moeder ook? En daardoor dus ook op jou? Ja, heel veel. En ik vond het ook zo mooi toen ik voor het eerst hoorde wat jij deed. Want mijn moeder heeft eigenlijk ook de kracht gehad om in haar leven de centraal te geven wat er met haar gebeurd is. Dus zij heeft heel lang bij Stichting Ouders van het Overleden Kind als vrijwilliger gewerkt, maar ze is ook uitvaartbegeleidster geworden en was dan ook heel dankbaar dat zij ouders kon helpen wanneer zij een doodgeboren babytje hadden of een kindje wat vlak na de geboorte was overleden. Die begeleiding deed zij ook echt heel graag voor die mensen, ook al zag ik dat het haar wel raakte. En ik denk dat het voor haar ook wel een rode draad heeft gevormd dat ze er tegelijkertijd, naast dat ze al die dingen deed, ook heel eenzaam in is geweest, op haar manier. Ja, want in die tijd toen het gebeurde, dan hebben ze een totaal andere visie op hoe je daarmee omgaat. Maar weet jij of zij heeft kunnen vertellen aan haar omgeving dat dit gebeurd was? Want ze is natuurlijk zwanger. Iedereen ziet haar met een dikke buik. En dan gaat ze naar het ziekenhuis. En dan blijkt dat Kees overleden is. En dan, weet je, daar heeft ze daar veel met jou over gesproken. Ja. Dus ze heeft ook echt wel verteld dat dat in die tijd niet iets was waar mensen over wilden praten. In zijn algemeenheid. Dus dat het eigenlijk een beetje doodgezwegen werd, toch echt. En mijn familie heeft wel echt met haar meegeleefd. Hè? Maar ook daar, het is zo'n emotioneel beladen onderwerp. Mensen vinden het zo lastig om daarover te praten. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Ik denk dat nog steeds mensen het een onderwerp vinden wat gewoon heel lastig aan te snijden is. Maatschappelijk gezien. Omdat we daar niet aan gewend zijn om het daarover te mogen hebben en dat een plekje te geven. Ja. Ja, en dat is dus ook het taboe dat op stilgeboorte een babyverlies ligt. Want hoe gaan mensen reageren? En mensen willen graag iets doen en iets zeggen. En dan vaak goed bedoelde dingen komen dan verkeerd binnen. Omdat je of een slechte dag hebt of het maakt niet uit. Ze zeggen iets wat gewoon heel raar is. Maar heeft jouw moeder ook wel eens gezegd, heeft ze zich ook bijvoorbeeld heel alleen gevoeld met haar verdriet? En heeft ze vriendinnen waar ze het mee over gesproken heeft? Ik denk dat ze wel een paar vriendinnen had waar ze ermee over kon praten en via die stichting ook mensen heeft leren kennen. Maar toch denk ik dat zo'n pad
heel alleen is. En niet alleen vanwege het verlies, maar ook vanwege het trauma van hoe dat toen gegaan is. He, toen hij geboren werd, werd hij eigenlijk vrijwel meteen ja, weggebracht. Terwijl zij heel erg de behoefte had om het kindje bij zich te hebben. Wat ik echt heel erg goed begrijp. En wat mij ook heel humaan lijkt. Maar er werden toen voor vrouwen keuzes gemaakt. He, ze heeft, ja, het is ook misgegaan in het uitvaartcentrum. Dat zijn as was uitgestrooid. Dus zij heeft heel veel rondom dat verlies nog extra verlies. Het gemis van dat kindje te kunnen vasthouden. Het gemis daar afsluiting aan te kunnen geven. Door het ergens uit te strooien waar jij dat graag had gewild. Ja. Ja, dat, ik denk dat verlies op verlies op verlies en ze daar toch de kracht in is blijven vinden om daar met anderen in connectie over te blijven gaan. Maar ook nooit echt bij iemand dat verhaal kwijt heeft gekund. Want het is een heel beladen, heel moeilijk verhaal. En ze heeft het natuurlijk wel aan ons, mij en mijn broertjes verteld. En denk ook vooral aan mij. En het daar enigszins kwijt gekund. Maar ik denk dat ze zich daar nog steeds alleen in voelt. Ja, en dat kan ik heel goed begrijpen. Ja. Merk jij dat jouw moeder op 9 oktober, want dat is de geboortedag van Kees, heeft ja. zij dan ook bepaalde rituelen en ook bepaalde dingen die ze doet? Ja, dus merk het wel altijd aan haar gemoedstoestand dat de datum eraan komt. En ze praat er dan ook meestal wel over, zegt ze, ja, Keesjesdag komt er weer aan. Nu mijn oma er niet meer is, zegt ze ook elke keer dat ze het dan mist dat mijn oma opbelt om daar toch actief aan te herinneren. Ja. En ze is er zeker wel mee bezig, ook voor zichzelf. Dus dat is wel ook een dag dat ze niks moet en dat ze daar mee bezig mag zijn. Ja. Ja, want oma, jouw oma leeft niet meer, zeg je. En kijk, die heeft het van heel dichtbij meegemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat zeg maar, het voor haar wellicht het lijntje is naar Kees. Ja. Een heel dicht lijntje. En ook gewoon oma, jouw oma, haar moeder, heeft het van heel dichtbij meegemaakt. Dus daar is toch wel iets ja. ontstaan. En heeft jouw oma Kees ook gezien? Weet je dat? Volgens mij niet. Maar heeft jouw moeder ook iets tastbaars van Kees? Ze heeft één foto. Dus er is één foto gemaakt vlak na de geboorte. Dat is de enige foto die ze heeft. Dat is ook een foto waarop zij hem bijvoorbeeld niet vasthoudt. Hè? Dus dat is gewoon een foto dat hij in lakentjes gewikkeld ligt. Dat is het enige tastbare wat zij heeft. Want ja, de as is uitgestrooid. En verder ja, heeft ze dus helaas niks kunnen bewaren. Nee. Maar hoe heeft het verlies van Kees in jouw leven ook beïnvloed? Naast dat je eigen zwangerschap. Heb je daar in je hele jeugd heb je daar iets van meegekregen? Heb je... Ja, ja, zeker. Want mijn moeder was daar heel open in. En ook die pijn heb ik van allebei mijn ouders meegekregen. Dus mijn moeder zei ook wel van, ja, je vader is meer hetzelfde geworden na dat verlies. Ze was er heel open over. En zij natuurlijk ook niet. En Kees hing bij hun op de slaapkamer, die foto waar ik het over heb. Er hing een hele mooie tekening die gemaakt was van die foto. Bij ons in de woonkamer, heel centraal. Er stonden kaarsjes aan natuurlijk, als er aan Kees gedacht werd. En ze herinnerde het ieder jaar ook met ons actief. En bovendien zei ze altijd wel, als we ergens geluk mee gehad hadden, van ja, dat we toch een engeltje genaamd Kees ergens hadden die voor ons zorgde. Dus zij heeft dat altijd actief ook wel het gezin ingebracht. Maar ik merkte ook aan haar vanwege de maatschappelijke... Ja, dingen, en dat vond ik moeilijk voor haar, maar dat vond ik zelf als kind ook heel moeilijk. Als mensen dan vragen hoeveel kinderen heb je, dan wilde zij eigenlijk zeggen, ja, ik heb er 4. Maar dat, omdat dat maatschappelijk toch niet zo geaccepteerd was, ja, ik heb er 3. En ik ben altijd de oudste en voel me ook de oudste, hè? Dus ik ben altijd, dat ben ik eigenlijk niet. En als iemand tegen mij zegt, ja, hoeveel broers of zusje heb je, dan zeg ik altijd 2. Maar ik denk daarbij wel altijd, ja, en eigenlijk ook dus Kees. Maar ja... Om dat hele verhaal dan te beginnen, ja. Ja, maar wat weerhoudt je om het te doen? Want Kees mag toch gewoon eigenlijk een prominente plek in het gezin hebben? Hij is er toch? Je kunt hem ook heeft niet wegstoppen. Heeft hij dus wel altijd gehad. Ja. Maar ja, naar buiten toe is dat dan toch... ja, denk ik... Omdat dat dus dan toch wel wat ongemakkelijkheid oplevert. En ik herken het ook wel. Mijn vader die heeft zelfdoding gepleegd. Dus ook zo'n onderwerp waar dus ongemakkelijkheid bij optreedt. Waar mensen het liever niet... over willen hebben.
Dus ik snap ook echt wel dat je op een gegeven moment een soort van de strijd een beetje moe bent. Dat je denkt, laat het maar even gaan. Dus ja, ik begrijp het wel, maar het is heel jammer dat het zo is, want mijn moeder heeft 4 kinderen gekregen. Ja, en ja. Kees is de oudste. Ja, hoe je het ook bent verkeerd, hij is als eerste gekomen. En helaas is die dan, leeft hij niet. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik begrijp wel wat je zegt. Alleen, ik ga nu even één stukje over mezelf vertellen. Ja. Toen in het begin Tom en Tim stil geboren waren, vroegen mensen, heb je kinderen? En toen heb ik een hele korte periode heb ik gezegd, nee. En ik voelde me daarna zo ongelooflijk slecht. Want hoezo? Ik ben toch moeder van die kinderen? En ik heb 3 zwangerschappen, dus ik ben moeder van 3. En toen later heb ik bedacht, weet je, ik zeg gewoon tegen iedereen dat ik moeder ben van 3 kinderen. En heel recent heb ik ook echt goed ingevoeld en weet ik dat de eerste, intuïtief is het een meisje. Dus om het nog tastbaarder te maken, heb ik haar een naam gegeven. Jasmijn heet ze. En dan denk ik van ja, het voelt zoveel liefdevoller. En ook gewoon, ook naar de kinderen toe. Van ze mogen er gewoon zijn. En hoe de andere mensen daarmee omgaan. Ja, nou sorry hoor, maar dat zegt dan meer over die mensen. Dus ik snap heel goed dat jouw moeder voelt dat ze 4 kinderen heeft. En ik hoop dat ze steeds meer gaat zeggen, ja, ik heb 4 kinderen. En het gewoon kort uitleggen. En het is ook net hoe je het gewoon vertelt, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Daar ben ik maar dat je soms moe gestreden wordt van onbegrip, kwetsende opmerkingen, goed bedoelde pijnlijke dingen, dat snap ik ook. Ja, dat is toch een moeilijke balans, denk ik. Ja, en bij de ene mensen die reageren heel empathisch en warm en liefdevol, en de anderen die maken opmerkingen dat je echt denkt van, nou ja, laat maar. Dus ik begrijp dat wel. Alleen voor jouw moeder kan ik me ook heel goed voorstellen dat zij echt voelt dat ze 4 kinderen heeft. Ja, zeker. Dat voelt zij ook echt. En dat heeft ze ook altijd uitgedragen. En heeft altijd de plek bij ons gehad. En ik vond dat ook heel fijn eigenlijk. Ja. Ja, dat klinkt misschien raar, maar ik vond het toch fijn. Want het was ook, ja. Als kind begreep ik het niet zo goed. Ik denk dat ik pas echt mijn moeder ben gaan begrijpen toen ik zelf een kindje kreeg. En kon echt invoelen wat zulk verlies met je doet. Ja. Dus dat is ook wel weer een mooie ontwikkeling voor ons, denk ik, samen en in mijn begrip naar haar toe. Wat zou jij anderen willen? Wat zou je graag willen dat anderen beter begrijpen als het gaat over het verliezen van een baby? Je hebt zelf gezien wat het met jouw moeder heeft gedaan. Je hebt gevoeld wat het met jou doet. Anders dan dat je het zelf hebt meegemaakt, maar je hebt het wel heel dicht meegemaakt. Wat zou jij gewoon willen dat anderen gaan begrijpen? Nou ja, ik denk niet dat het per se een stukje begrijpen is. Ik denk dat het een stukje over je ongemak heen stappen is. Als het dus gaat om iemand tegenkomen waar jij, die zo'n verhaal heeft. Wat toch, ja, heel veel mensen kunnen niet of willen niet over dat ongemak heen stappen. En in plaats van dus per se iets te moeten begrijpen, denk ik dat het belangrijker is dat ze dus luisteren. En daar ruimte voor maken. Dat kan al zoveel uitmaken. Je hoeft niet eens dat begrip echt te kunnen voelen. Of dat helemaal te kunnen invoelen, denk ik. Ik denk als het er mag zijn voor die ander. En jij bent iemand die daarnaar wil luisteren. Dat dat heel waardevol kan zijn. Ja. En als je dan nog een stapje verder wil gaan. Denk ik dat het heel mooi is. Om die verjaardag op je kalender te schrijven. En daar iets mee te doen. Ik denk, betere vriend, steun, kan je niet zijn. Want dat verdriet gaat nooit weg. Nee, en ik denk dat jouw moeder het roerend met mij eens is dat je gewoon levenslang hebt. Want elke fase van je kindje mis je. Ook zij had graag gezien dat Kees een gezin had gekregen. En haar kleinkinderen had gegeven. En dat is niet zo. Dus elke fase missen, weet je, ook zijn eerste stapjes die jij ging zetten. Dus dat moet voor haar elke keer heel dubbel zijn geweest. Dat jij dingen wel ging doen, had ze Kees ook gegund. Alleen, ja, het was er niet. En inderdaad, wat jij zegt, als mensen niet weten wat ze kunnen doen, luister. En zeg gewoon, ik weet niet wat ik moet zeggen. En dan komen de gesprekken wel, mensen gaan wel praten. En inderdaad, de datum op de kalender zetten. Ja, ik denk dat, want dat is iets wat bij mijn opa en oma stond altijd op de kalender. Dat zag ik dan altijd. En dan dacht ik altijd, ja, bij ons staat het ook op de kalender. En zo hoort het eigenlijk dus breder, denk ik. Ja, precies. Ja.
Heeft het jou ook nog als mens veranderd? Want je bent ermee opgegroeid. Je weet gewoon je hele leven dat je een broer hebt. Grote broer inmiddels. Want ik geloof ook dat ze meegroeien met ons. Dus dat is mijn overtuiging. Dus Kees zou 34 worden 9 oktober. Wat heeft dat echt ook jou als mens gevormd? Heb je daar idee van? Ja, ik denk dat er een aantal dingen zijn die komen bij me boven. Een van de dingen is dat ik juist heel graag in moeilijke emoties ga staan. Ook als het anderen betreft. En ik denk dat dat komt omdat ik het altijd onrechtvaardig heb gevonden. Dat het bij mijn ouders allebei, maar voornamelijk natuurlijk mijn moeder, iets was waar zij in de maatschappij niet in konden staan. Dus ik denk dat ik toch een stukje overtuiging daar heb opgedaan dat het juist heel belangrijk is. En ik heb ook echt wel geleerd, en zeker ook van mijn moeder geleerd, dat als er dus iets met je gebeurt, dan is eigenlijk het beste, of niet het beste, want dat is meteen een oordeel, maar dan is het dus heel waardevol als je dat kan omzetten. Net zoals jij nu doet, hè, met deze podcast, dat je het kan omzetten. En dat deed zij in haar werk als uitvaartbegeleidster voor mensen die een babytje verloren ook. Heel krachtig kunt omzetten door er voor anderen te zijn of daarin iets uit te dragen of je creativiteit kwijt te kunnen. Ja, want ik vul nu in, maar omdat jouw moeder uitvaartverzorger is en als er dan stilgeboren kindjes zijn op die net een paar dagen geleefd hebben, of misschien überhaupt wel kinderen, kan zij haar al haar liefde die ze kan ze daarin leggen en dan voelen wat zij zelf zo intens gemist heeft, omdat alles wat er bij haar mis is gegaan. En dan nu kan ze gewoon het voor die mensen zo goed doen, dat het gewoon een hele mooie herinnering wordt. Ja, moet je nagaan dat gemis wat zij dus heeft gehad. Het maakt zij een ontzettende, eigenlijk geeft zij een ontzettend cadeau dan aan anderen. Ze geeft een fantastisch cadeau. En zij realiseert zich denk ik heel goed dat je kunt dit maar één keer doen. En het afscheid nemen kan maar één keer. En als je dat op een manier doet zoals je moeder dat doet, ja, dan geeft ze het gewoon het mooiste wat je kunt geven aan ouders die een kindje verliezen. Want wat zij zelf zo intens gemist heeft, ja, dat wordt nu gewoon heel mooi veranderd. En kan ze gewoon zoveel liefde in kwijt. Daar vind ik echt een heel erg diep respect voor jouw moeder. Hoe ze zo'n mooie wending aan haar leven heeft gegeven. Ja, dat is heel knap. En dat heb ik van haar geleerd. Ja, hè? Echt supermooi. Ja, maar ik vond het ook heel mooi dat jij gewoon naar voren stapte. En dat je zei, ik wil ook gewoon een verhaal vertellen. En jouw verhaal is ook, want jij hebt het gewoon, het is een rode draad door je leven. Hoe is jouw moeder als oma? Want jij hebt nu zelf een kindje. Hoe is ze? Vindt ze dat, geniet ze daarvan? Of wat doet dat met haar? Ja, mijn moeder heeft altijd al wel echt heel veel van kinderen gehouden. Het was bij ons altijd één grote bende thuis met oppaskinderen en vriendjes, vriendinnetjes, alles kon, mocht. Dus is ook een soort oma in de buurt waar ze woont, voor alle kleine kindjes. Maar voor mijn kinderen is ze echt de beste oma die ik had kunnen wensen. Het lijkt ook weer op mijn eigen oma, hè? Dus wij hadden ook echt een hele fijne betrokken oma. Waar alle kleinkinderen allemaal van hielden. En zij is ook zo, zij is heel betrokken. Ze is ook 3 weken in huis gekomen bij ons na de geboorte van allebei de kindjes. Ook om daar maximaal van te kunnen genieten, maar ook om voor mij als haar kind te zorgen, wat ik ook heel fijn vond. Ja. En zij is, ze komt elke dinsdag oppassen, helemaal uit Brabant naar het zuidelijkste puntje van Den Haag. Ik ben haar heel dankbaar dat zij zo actief is en zo van mijn kindjes houdt. Ja. Mooi is dat, hè? Dat je dan door zo'n intens verdrietige gebeurtenis, waar toen Kees stilgeboren werd, alles verkeerd leek te gaan, dat jouw moeder dan haar intense verdriet zo mooi heeft om kunnen zetten in zoiets krachtigs en zo liefdevol. Ja, dan ben je echt wel een heel stoer mens, vind ik hoor. En heel dapper ook. Dus een diepe buiging voor jouw moeder, hoe zij dit gewoon heeft gedaan. Ja, en ik zie dat dus zelf ook. Ik vind dat echt knap. Dat is echt mooi en dat heeft echt emotionele kracht nodig. Ja. Die heel bijzonder is. Maar even gewoon, want nadat Kees overleden was, was jouw moeder wel vrij snel weer zwanger van jou, want jij zit heel kort achter Kees. Dat is natuurlijk die tijd ook totaal andere gedachtegoed daarin. Maar heeft ze jou ook verteld hoe zij, toen jij ouder was, of misschien zelfs toen jij zwanger was, hoe zij die zwangerschap heeft ervaren, de eerste keer na het overlijden van Kees? Ja, dat vond ze dubbel, heel dubbel. En ik
maar ook fijn. Hoop, ze had hoop. Maar ze heeft ook 16 weken in het ziekenhuis gelegen. Op een heel streng dieet. En dan vertelde ze altijd van, ja, ik mocht geen zout eten. Mijn raam keek uit op de McDonald's. Oh, dat is wel ze heel cru. Altijd, ja. Dat is heel gemeen. Dus ze zegt wel van, ja, ze heeft echt... En toen dacht ik ook, jeetje, ja, ze heeft ook zo graag kinderen gewild. En wat dat verlies dan nog tastbaarder maakt. Dat ze dus, ja, daar... dat met mij toen in ieder geval, toen zwanger was voor mij... Ja, dat daarvoor over heeft gehad. Ja. Zo mooi. Ja. Hey Gabi, en wat doe jij 9 oktober? Ja, meestal stuur ik mama een bloemetje. En, of ik bel of ik stuur een berichtje ook nog erbij. Maar wel iets om haar te steunen. Mooi. Ja, echt heel belangrijk om de geboortedagen... of de sterfdagen van de kindjes gewoon blijvend te herinneren. Ja. Als laatste vraag. Wat zou jij tegen iemand willen zeggen die nu door hetzelfde verlies heen gaat? Dus dat je gewoon in een gezin zit waar in jouw geval een broer of zusje... stilgeboren wordt en of dat je dat hebt meegemaakt. Wat zou jij willen zeggen? Ja, dus ik denk voor mensen die het hebben meegemaakt, zou ik willen zeggen, en dan zeker broers en zussen, luister eens naar je ouders. Zij hebben een heel verhaal te vertellen over je broer of je zus of je broertje of je zusje. En dan mag het voor jou denk ik ook meer plaats in nemen. En voor mensen die het nu net meemaken, zou ik ook willen zeggen, zorg dat mocht je nog wel kindjes krijgen of andere familie hebben, dat zij het kindje ook leren kennen. Want ik heb toch het gevoel dat ik Kees ook heb leren kennen. Mooi. Ja. Ja. En dat ook door de verhalen van jouw moeder en hoe jouw ouders ermee om zijn gegaan. Zij hebben nou Kees op een hele mooie manier toch een stem gegeven in het gezin. Ja, hij was echt in het gezin. We hebben mijn vader ook bij hem uitgestrooid. Want mijn ouders wisten uiteindelijk waar hij was uitgestrooid. En we hebben mijn vader ook bij hem uitgestrooid. Zodat het toch weer een stukje gezinshereniging was. Ja. Ja, heel waardevol. En liefdevol ook. Ja. 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 Dankjewel, Gabi, voor je openheid. En dat jij hebt willen vertellen dat jij gewoon het jongere zusje van Kees bent. Ja, jij heel erg bedankt voor het opnemen van deze podcast. Zodat heel mensen het wel kunnen doen. Heel graag gedaan, want elk verdriet wat mensen meemaken, dat verdient gewoon een stem. Dus ook jouw stem geldt ook zeker. Dankjewel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Babyverlies. We hopen dat je hier een moment van troost, herkenning en verbinding hebt gevonden. Wil je graag verder in contact komen met anderen die hetzelfde meemaken? Sluit je dan aan bij de Stillborn Sisterhood, een liefdevolle en ondersteunende community waar je je verhaal kunt delen en steun kunt vinden. Neem ook een kijkje op Kaartje to Go bij Sisterhood, waar je mooie en persoonlijke kaarten kunt versturen om een ander te laten weten wat je aan ze denkt in moeilijke tijden. Als je behoefte hebt aan diepere begeleiding, sta ik voor je klaar met mijn 1-op-1 toekomstgerichte coaching om je te ondersteunen in jouw proces. En vergeet niet, op dag babyverlies, de eerste zondag van juni, staan we samen stil bij onze verloren kindjes. Een moment om te herdenken en te verbinden.